Hier ga ik mee aan de slag. Pikachu, jij hebt me gevraagd om paarse slijm. Dus ik heb rode kleurvloeistof en blauwe kleurvloeistof. Hiermee ga ik paars proberen te maken. En Sterre Hordijk, jij hebt mij gevraagd om pokerslijm. Dus met de twee ideetjes die jullie twee me hebben gegeven, kreeg ik in één keer een heel leuk idee om te gaan maken. Dus bij deze, ik leg even de kleurtjes opzij. Ik heb alleen één probleem, mijn lensvloeistof is bijna op. Ik heb natuurlijk meerdere experimenten gedaan en ik was net aan het experimenteren en toen ging er ook nog van alles fout. Dus ik weet niet of ik het hiermee red. Ik hoop het maar, anders heb ik een probleem en heb ik straks geen filmpje. Nou ja, goed, we gaan het een beetje proberen. Ik ga nou wel eerst even een beetje doen, want als dit weer mislukt, dan weet ik het ook niet meer. Dan heb ik geen lensvloeistof meer. Oh, geweldig, echt wat voor mij. Nou ja. Hè? Soms zit het mee. Het was een beetje te veel kleurstof, zag je dat? Er waren wel 3 druppels rood. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Zien jullie hier al paars ontstaan? Och jee. Ik zie hier nog geen paars uitkomen. Ja, het was natuurlijk meer rood dan blauw. Dit wordt echt een... Ik denk dat het dit helemaal gaat mislukken nu. Nou, dit moet een beetje paarsig worden. Nou, het lijkt vast wel paars. Het is in ieder geval heel donker. Ik wil even niet te veel lensvloeistof nu al doen, want misschien mislukt het gewoon door zoveel kleurstof. Toen ik het net zonder kleurstof deed, ging het perfect. En mijn eerste poging net met kleurstof, toen had ik wel een andere hoor. Had ik textielverf. Nou, toen was het echt helemaal mislukt. Dat werkte echt niet. Ik ga gewoon even een heel klein beetje doen, want anders dan ben ik weer alles nu kwijt. En dan heb ik straks niks. Geen filmpje, niks. En jullie wachten erop. Ik weet het zeker. Jullie verwachten morgen slijm, dus we gaan het gewoon even zo proberen. Wat gebeurt er hiermee? Het lijkt te werken. Ja, het lijkt in ieder geval niet te mislukken, dus we gaan het proberen. We gaan even wat lijm. Hoeveel heb ik ongeveer nodig? Even een beetje spieken naar waar het ingaat bij mij. Oké, ik hoop maar dat ik genoeg lensvloeistof hiervoor heb. Nou, het wordt al een mooi paars kleurtje. Zal ik nog iets meer kleurstof bij doen? Zo. Oh, kijk dan. Dit wordt wel heel mooi. Pikachu, ik hoop dat jij mijn slijm een mooie kleur zult vinden. Ik denk dat nog ietsje erbij kan. Dan ga ik nu proberen even een beetje te mengen. Ik ga er nu lensvloeistof bij gieten. En hopen maar dat ik genoeg heb. En iedere keer een beetje goed naar mijn kleur kijken. Het lijkt nog steeds goed te gaan. Maar ja, mijn lensvloeistof is nu bijna op. Bijna op. En mijn slijm begint lichter te kleuren. Dus weer ietsje meer kleur erin. O jee, zo ga ik mijn tafel laten vlekken. Geen goed plan. Even daar. Oké, zo. Nou, mijn laatste paar druppels lensvloeistof. Kom op. Begin te werken. Beetje bij beetje totdat je ziet dat je klaar bent. Het is op. Het is echt voorbij. Nou, ik ga een andere pakken. En ik weet gewoon niet of het met deze werkt. Dat heb ik gewoon nog niet geprobeerd met deze. Dus hier gaat hij. Ik hoop niet dat ik nou weer een fail krijg omdat ik niet genoeg had. Dat zou zo jammer zijn.
Er begint gelijk iets te gebeuren met deze. Ik hoop maar dat er niet te veel borax in zit. Of te veel ander spul waar die heftig mee reageert, want dan mislukt het. Hij reageert wel echt gelijk, maar ja. Met deze weet ik dat het echt perfect werd. Het werd echt een geweldig stukje slijm waar gewoon heel leuk mee te spelen was. Helemaal niet plakkerig, dus ik moet nou maar zien wat dit wordt. Toch maar hier ietsje meer bij. Daar zat ook nog de juiste lensvloeistof in. Ruik hoor. Het rook een beetje bijzonder naar de kleurstof. Hij schijnt nog niet te willen doen wat ik wil. Nee. Dit is het nog steeds niet. Nog steeds te veel lijm. Maar dit is plakkerig. En dat wat ik net had gemaakt was niet plakkerig. Totaal niet zelfs. En ook dit potje is bijna leeg. Oh, wat een ramp. Wat een ramp. Hè? Wat een jammer. Dat komt omdat we de hele dag eigenlijk druk met de kinderen bezig waren. En pas toen zij naar bed gingen had ik de tijd om te gaan experimenteren. Toen was ik helemaal vergeten dat mijn lensvloeistof bijna op was. Dus dat... Ja, dit is heel jammer. Oh, en hij was zo'n mooi recept. Hij werkte echt perfect. Hé. Hé. Wat jammer. Jammer. Nou, ik denk dat ik het maar weer moet gaan schuiven naar de volgende week. Om het echt goed te kunnen laten zien aan jullie. Ja, dit is gewoon echt een plakkerige zooi. En het recept wat ik net had geprobeerd was echt perfect gewoon. En ik moet opschieten, want mijn man wil ook nog zijn filmpje opnemen. Dus het is niet alsof ik heel veel tijd heb. Ja, het wordt wel wat. Nou ja, weet je, het werkt altijd als ik er gewoon wat wasmiddel of zo in gooi. Wat ik denk ik ook ga moeten doen, want... Ook dit is op. Even nadenken hoe ik dit ga oplossen. Twee lensvloeistof op. Hoe ga ik dit oplossen? Ik ga even de camera uitzetten en even bedenken wat de oplossing gaat worden. Want anders heb ik niks. Oké, ik heb mijn man om hulp geroepen. En zijn idee is mijn eigen lensvloeistof te gebruiken. Ja, ik zeg je dus nu al dat dit recept jammer genoeg gaat mislukken. Het is niet zoals ik het voor ogen had. Dus wat er nu ook gaat gebeuren, het gaat anders zijn dan wanneer ik het met deze lensvloeistof heb gedaan. Nou, nu wil ik wel mijn filmpje voor vandaag afmaken. Dus ik ga het gewoon met andere lensvloeistof doen. Maar het gaat waarschijnlijk mislukken. Dus ik doe het filmpje volgende week opnieuw. En dan koop ik hier gewoon 4 potten van of zo. Of 5 potten, zodat het wel gaat lukken. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, zoveel slijm had ik ook eigenlijk niet nodig. Want mijn potje, daar past hij niet eens in, ben ik bang. Dus ik had gewoon minder lijm moeten gebruiken. Ja, doe maar veel meer in. Mijn man staat hier naast me. Mijn engel in nood, altijd. Komt me altijd helpen wanneer het lastig wordt. Nee, het mag veel meer in. Hij doet nog helemaal niks. Ja, net toen ik hem met deze lensvloeistof had geprobeerd. Met deze slijm. Ja, stop maar. Toen was het echt mislukt. Met deze namelijk. Wil je niet gewoon soda erbij doen? Ja, maar als ik een bakpoeder bij doe. En dan mislukt het. Dan wordt het echt een vieze, lelijke drap waar ik niks mee kan. Hier mislukt, dan het mislukte van net was nog steeds beter dan het mislukte als het mislukt met bakzoda. Jij denkt dat spuiten, dat wordt helemaal niks. Nou, in elk geval heb ik veel plezier bij het maken ervan. De kleur is wel mooi. Pukachu, ik hoop dat je de kleur mooi vindt.
Jammer genoeg gaat dit gewoon niet werken zoals ik had gewild. Maar volgende week dan koop ik gewoon heel veel van die potten lensvloeistof. En dan doe ik ook gewoon met minder lijm. Want ik zie nu dat dit gewoon echt veel te veel wordt. En ik was helemaal niet mijn bedoeling om zoveel te maken. Ik had echt minder nodig. Hey, weet je wat ik ook kan doen? Ik kan nu de helft in een potje doen. Dan doen we daar wat lensvloeistof bij. Mijn man kijkt me aan van, is het nou al klaar? Ik wil ook filmen. Of niet, man van me. Hij durft niks te zeggen. Hij blijft heel stil. Nee, hier moet echt meer bij. Jij vindt het niet een plan? We doen de Hallo. Voldoende. Nou ja zeg. Daar gaat mijn mooie kleur. Nou, dit wordt helemaal niks meer. Ik denk dat hij bakpoeder gaat halen. Ik denk dat hij het zat is. En dat hij zegt, vrouw, het is goed met je. Hier is bakpoeder. Ik hoor hem echt al. Mijn bakpoedermengsel. Nee. Is dat mijn bakpoedermengsel? Wat is die jou nu? Je had minder. Oké, nou ja, weet je, dit is toch al mislukt. Dus waarom ook niet? Een beetje, niet te veel. Een druppeltje. Hij heeft er zojuist een bakpoedermengsel. Dus dat heeft hij gemaakt door een beetje bakpoeder met water te doen. En vaak helpt dat wel. Alleen het probleem met bakpoeder en lensvloeistof is als je de combinatie verkeerd hebt, dan wordt het een vieze klonterige zooi wat je eigenlijk alleen nog maar weg kan gooien. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En dat moet je ook echt altijd beetje bij beetje doen. Maar in elk geval, meer lensvloeistof hielp gewoon echt niet. Maar ja, dit was de verkeerde lensvloeistof, dus dat wist ik ook wel. Er gebeurt iets heel raars. Schrijf me beide handen in. Jij helpt me wel, hè? Sorry, maar mijn man trekt altijd de raarste gezichten als hij vindt dat ik hele domme dingen aan het doen ben. Oh, sorry, ik zal niet meer lachen, want ja, jullie kunnen het toch niet zien. Nou, voor jullie is het misschien een beetje raar. Oh, kijk dan, dit is leuk. Oh, dit is echt leuk. Het is alleen ontzettend plakkerig, dus nog niet wat ik voor ogen had. Maar het is wel heel leuk. Oh, kijk dan. Even kijken of mijn man me alweer gek aankijkt. Oh nee, nu niet. Hij schudt ook echt nee. Hey, wat vind jij? Meer bakpoeder erbij? Wat is jouw idee? Welke ideeën heb jij? Nog meer lensvloeistof, maar dat deed helemaal niks. Dat hielp niet. Ja, bakpoeder. Baking soda. Hoe gaan we dit slijmmengsel redden? Of is het gewoon een kwestie van blijven kneden? Zal ik dat eerst even doen? Even een half uurtje kneden. Ik heb het eventjes in een tijdelijke pot bewaard. En daar heb ik het gewoon even eigenlijk een uur laten staan. En dan kom ik tot de conclusie dat het gewoon heel mooi gelukt is. Dat het recept gewoon geworden is wat ik ervan had gewild. Alleen, nou ja, eerder lukte het me in één keer. En nu heb ik het gewoon eigenlijk moeten laten staan. Je ziet al wel, het plakt niet aan mijn handen. Alleen zijn mijn handen wel nat. Dus van ja, alle lensvloeistof en zo wat erin zit, wordt het gewoon lekker nat. Maar verder wordt het eigenlijk gewoon ja, lekker slijm. Waar je dan heel erg leuk mee kan spelen. Waar je gewoon lekker ja, je ding eigenlijk mee kan doen. En dan ja, zonder dat het gewoon aan je handen plakt. Dus ik ga dit niet opnieuw doen dan volgende week, want het is gewoon wel lekker gelukt. En ook al heeft het me gewoon heel veel potten lensvloeistof gekost. Maar dat is ook wel het grappige dan dus aan dit recept, want ik zat net nog terug te kijken eigenlijk. En ik heb helemaal niet zoveel lijm gebruikt, want ja, het werd alsmaar meer en meer en meer slijm tijdens het maken. Maar zoveel had ik er niet van gebruikt. Nou goed, dit is mijn pokeslijm. En ik ga jullie even laten zien waarom dit mijn pokeslijm is. Nou, ik heb mijn man gevraagd. Ik zal het maar even zo doen. Huppakee. Ik heb mijn man gevraagd of hij voor mij grimer wilde knutselen van klei. En dat heeft hij dan gedaan. En kijk. Mijn pokeslijm. Mijn grimer pokeslijm.
van deze week. Ik hoop dat jullie mijn slijmrecept van deze week leuk vonden. Dat jullie mijn Grimer slijmrecept van deze week leuk vonden. En dan ga ik even snel mijn handen schoonmaken. Want dan kan ik mijn Grimer een plekje geven in zijn huisje. En dit is dan het huisje waar Grimer dan in gaat wonen. Zijn pokebal, die herkennen jullie wel, want dat hebben jullie deze week gezien. Dat was dus mijn make-upbal. En die heb ik speciaal gekocht om mijn Grimer een plekje in te kunnen geven. Mijn man gaat me even helpen, want mijn hand gaat zo meteen ontzettend vies worden. Oh, de camera schuift alle kanten uit. Even kijken hoe we Grimer in zijn huisje gaan plaatsen. Nou, daar gaat hij dan. Bal, 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 bal. Ik ga niet verder kunnen, want ik stoot de camera de hele tijd bijna om. Zo, Grimer, in je nieuwe huis. En dan bal neer, ga ik snel mijn handen wassen. Oké, en hier zie je hem dan, mijn pokeslijm van deze week, Grimer. Ik hoop dat je mijn filmpje leuk vond. Vond je het filmpje leuk? Geef het dan een like. Ben je benieuwd wat ik volgende week ga maken? Vergeet dan niet mijn kanaal te abonneren. Ik zag net trouwens ook het slijm wat Gamer Papa heeft gemaakt. Ik zal voor jou een link in beeld plaatsen. Als je het niet ziet, kijk dan bij de beschrijving van het filmpje. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Ba-doo!